Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over de masterplan van 2030. Korps Politie Caribisch Nederland vraagt uw aandacht voor het volgende. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Bij Boutique Resort Bonaire, gelegen aan de Camino di Lac 32, wordt binnen 2 maanden tijd 3 keer ingebroken. De eerste inbraak vindt plaats in de nacht van 19 op 20 augustus. Op vrijdag 23 augustus en op zaterdag 5 oktober wordt er wederom ingebroken. Tijdens de inbraken worden onder andere fietsen, etenswaren en veel dranken weggenomen. De fietsen zijn inmiddels weer terug bij de rechtmatige eigenaar. We vragen u hulp bij het opsporen van de daders. Van de inbraken zijn camerabeelden. Herkent u na het bekijken van de beelden de daders of heeft u mogelijke informatie die naar de daders kan leiden? Neem dan alsjeblieft contact op met de politie via telefoonnummers 715-8000, 911 of via de anonieme tiplijn van de politie 717-7251. Afgelopen dinsdag was de zaak Zorggroep BES tegen ZWK voor het stoppen van de zorgcontract met de organisatie Zorggroep BES. Volgens de manager meneer Edser Pitanella was er nooit een degelijke reden hiervoor. Nou ja, op 18e horen we dat. Dus het was wel frappant, verbazend. We waren een beetje verrast door dat wij op het laatste moment van de tegenpartij, dus advocaat daarvan, die had zo'n 20 bladzijdes ingeleverd aan pleitnotities. Dat kregen wij dus ter zitting. We hadden we wisten niet wat ze zouden zeggen. En het werd een heel lang verhaal van meer dan een half uurtje, wat ze heeft gedaan. En dan vraag je je af, als je echt serieus bezig bent, als je met dat soort tactieken iets gaat bereiken. Dus wij hebben wel al weken geleden, dus vanaf september, hadden wij onze verzoekschrift ingeleverd. En daarnaast hadden wij aanvullende stukken aangeleverd. Ter zitting hadden wij wel ook een pleitnotitie, maar dat was iets van 2 pagina's. Dat is gewoon een omschrijving van wat ga je vertellen aan de rechter. En dat is ook gebeurd. Voor de rest was het modder gooien. Om een beetje terug te gaan. Hoe is deze probleem ontstaan? Wij weten het niet. Dus wij weten niet waarom. Dus we zien wel dat er een verslechterde situatie ontstaat. Dat alles niet goed gaat. Maar de reden daarvan verandert telkens. Dus telkens komen ze met een argument A. Als argument A niet voldoet, dan komen ze met argument B, C en D. Iedereen die dit heeft gezien, iedereen die iets hiermee te maken heeft, zegt er is iets anders aan de hand. Dus dit klopt niet. Er is iets anders en dat willen zij niet toegeven. En ze hebben hun reden om dat niet te doen. Maar wat er precies hierachter zit, dat het zo abrupt moet, dat het zo snel moet, dat snapt niemand. Dus het is iets dat zij wel weten. En het zou niet iets positiefs zijn, want anders kom je ermee. Er was ook sprake van dat ZVK gewoon in patiënten zijn register kunnen kijken en tegen jullie komen. Is dat waar? Dat hebben ze gezegd. Dat was een verrassing voor ons, want ter zitting hebben ze gezegd dat zij inzage hebben via ProMedico van patiëntengegevens. Dat hebben ze gezegd. Dus wij waren een beetje verrast dat ze dat zeiden,
waren wel onze vermoedens dat gebeurde, maar dat ze dat zelf zeggen. En voor de rechter dan met zoveel getuigen en zo, vind ik raar en opmerkelijk. En we willen graag dat onderzocht wordt. Dus, want dat gaat mij aan en jou ook aan, want ze kunnen alles als iemand die toegang heeft tot de medische gegevens, die kan bij alle huisartsen terecht. En dat mag niet. Wat is de vervolg van deze zaak? We wachten op de 18e om te horen wat er uitkomt. Als het positief is, dan gaan we gewoon door. Als het negatief is, dan wordt het heel moeilijk voor ons om door te gaan als zorggroep best. Maar dat is ook, denk ik, of dat is een van de redenen waarom ze dit doen. Ik wil toch ook even met de verzorgster even praten. Jullie zijn helemaal niet blij met deze situatie. Nee, het is ingrijpend, ook voor de patiënten natuurlijk, want wij moeten nog patiënten zorg geven. Maar dit is mijn collega, we missen nog 2 verpleegkundigen, die zijn er nu niet aanwezig. Ja, we moeten gewoon doorgaan met de polies die wij dan draaien. Dus we zien patiënten nog steeds elke dag, 2 keer per week bij de huisartsen. En we moeten blij eruit zien en ook een goede kwalitatieve zorg geven. Maar iedereen kan het begrijpen dat het nu wel moeizaam gaat. Was er misschien sprake dat de zorg die jullie geven niet kwalitatief was? Nee, dat blijven ze toegeven, dat ze eigenlijk geen aanduiding hebben dat onze zorg slecht was. Nee, hebben ze toegeven. Wat opmerkelijk wel was, was tijdens de zitting kwam de patiëntenzorg helemaal niet aan de orde. Er was ook sprake misschien van verduistering. Wat kunnen we hierover vertellen? Nou, er was sprake van dubbele declaratie, dat ze dat aangaven. Dus zowel onze team als de huisartsen, die werden allemaal aangesproken over dubbele declaraties. Dus dat is eigenlijk een hele zware, insinuatie. Hebben jullie de kwaliteit van de zorg eens getoetst? Zeker, we hebben een enquête gemaakt, zowel voor de patiënten, de ketenpartners en de huisartsen. Die hebben helemaal positief uitgekomen. Als ik me niet vergis, 97% was het dat wij heel goede zorg geven aan de patiënten. Patiënten waren tevreden, of zijn tevreden, huisartsen zijn tevreden en de ketenpartners. Dan praat je over de diëtisten, podotherapeut, medisch pedicure, er zijn er 3 van. En dan heb je ook over de, ik mis er 1, de fundus optometristen. Dus iedereen is blij met ons, behalve ZVK. Tijdens de kick-off Masterplan 2030 riep Reina de deelnemers aan de conferentie op om out of the box te denken en gezamenlijk aan de toekomst van Bonaire te werken. Gedeputeerde Nina de Heijer sprak onder andere de wens uit dat in 2030 de sociale zwakkeren op Bonaire dezelfde basisvoorzieningen hebben als in Nederland. How should the Bonairean community look like in 2030? A question that concerns all of us and undoubtedly all of us have our own ideas about this. But one thing stands out. We don't want to go with the flow. We want to create and be the flow. The fun and also challenging part of this phase is that we do not have to hold back. You may, and I encourage you, please, you may think out of the box during the coming days. Let's challenge ourselves and reach high. In my case, for instance, I would like to see poverty abolished from Bonaire in the coming 10 years. I would also like a more active and significant involvement, contribution, and benefit for our local community in the current development of our island. I do not see economic wealth as a goal, but rather as a means to improve well-being. I myself used to be an entrepreneur, so I realized that making money is necessary to be able to pay your employees and yourself a fair salary and to make reinvestments, so it's compulsory. The same applies to us as a community. Together, we must earn enough to be able to pay for our education facilities, our healthcare, roads, so on, everything that we need to have a happy life here on Bonaire. In mei 2016 werd ik gedeputeerde van Sociale Zaken en de hele lijst die jullie al hadden gehoord. Helaas hield de coalitie toen niet lang stand, maar sinds april van dit jaar mag ik me weer gedupeerde noemen.
Het doet me heel veel plezier en ik doe het met heel mijn hart. Dit vertaalt zich dan ook in mijn volgende droom. Ik zou willen dat met name bejaarden, sociaal zwakkeren en kinderen de basisvoorzieningen hebben zoals die er ook in Europees Nederland gelden. Het doet me iedere dag pijn om te zien hoeveel mensen op Bonaire nog onder de armoedegrens leven. Deze pijn geeft me tegelijkertijd nog meer kracht en volharding om hiervoor te knokken. Dit natuurlijk samen met iedereen. Daarnaast wil ik dat kinderen gezond kunnen opgroeien. Dat ze niet hoeven op te groeien in armoede of in een huis met agressie of geweld. En dat ze op alle mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen binnen hun eigen kracht en kunnen, zodat ze later echt gelijke kansen hebben op een fijn bestaan en iets kunnen betekenen in onze maatschappij. Dit maakt ook dat ik me met mijn mensen keihard blijf inzetten voor het bestrijden van huiselijk geweld en de oprichting van een Family Justice Center, oftewel een centrum met een multidisciplinaire aanpak om mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, uitbuiting of mensenhandel op een zo goed mogelijke wijze te ondersteunen. Wij gaan in de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij Bonaire Journaal. Tijdens de kick-off masterplan sprak gedeputeerde James Kroon over andere de masterplan voor het opknappen van wegen en de aanleg van de fietsenpadennetwerk. Gedeputeerde Elfie Chinachou schetste een toekomstbeeld waarin een toerist in 2030 naar het eiland komt en op allerlei verschillende manieren ervaart hoe Bonaire als Blue Destination eruit kan komen te zien. Er zal aandacht besteed moeten worden aan openbaar vervoer, fiets, parkeren, functioneel wegbeheer, duurzaamheid van de mobiliteit, introductie, duurzaam, veilig, / wegcategorisering, monitoring, / verkeersstellingen. Het fietsplan is samengesteld met ondersteuning van de Universiteit van Twente. Bonaire wil zich richten op duurzame ontwikkeling. Het kan leiden tot minder autoverkeer, trekt natuurtoerisme aan en draagt bij aan meer lichaamsbeweging en daarmee een goede of een gezonde leefstijl. De aanbevelingen uit het fietsplan Bonaire zijn snelle implementatie fietsplan gezien de sterke toename van het autobezit en autoverkeer, verbeteren wegonderhoud in verband met de verkeersveiligheid van de fietsers, fietsaanschaf en onderhoud stimuleren met mogelijke incentives, handhaving om fietsers te beschermen, stimuleren recreatief en sportief fietsen voor lokale mensen en toeristen. Naast het regulier onderhoud van wegen heeft de overheid gewerkt aan het verbeteren van de infrastructuur rondom 3 scholen op Bonaire. Er is hier sprake van onverraden wegen, wat leidt tot een gezondheidsrisico van onze leerlingen en leerkrachten. Een ongewenste situatie. Hiervoor is eenmalig geld uit Nederland beschikbaar gesteld. Op dit moment loopt de aanbesteding en zal de aannemer naar verwachting eind deze maand met de uitvoering starten. De uitvoering zal circa 6 maanden duren. De planning is om de derde week van november 2019 opdracht te geven voor de infrastructuur rondom de scholen. Laten we een stap in de tijd nemen en doen alsof wij al in het Bonaire van het jaar 2030 zijn beland. Een toerist landt op het eiland en ziet vanuit het vliegtuig al de windmolens en zonnepanelen die ons eiland voorzien van bijna 100% duurzame energie. In de verte ziet hij dat het algenpark omringd wordt met innovatieve bedrijven. Het op biodiesel vliegende toestel landt op één van de beste landingsbanen van het Caribisch gebied en de nieuwe, meest duurzame terminal ter wereld zorgt ervoor dat we als Bonaire vanaf de eerste minuut
dat een toerist aankomt de service kunnen bieden die hoort bij een eiland dat een 4-5 sterren samenleving nastreeft. Bonaire mag zich nu 11 jaar later één van de ambassadeurs noemen waar de wereld naar kijkt voor wat betreft de duurzame omgang met de zee. Bonaire is 10-10-10, 20 jaar dus, als we in 2030 staan, deel geworden van het land Nederland. In de eerste jaren na 10-10-10 werden met name de publieke zaken zoals de scholen, de brandweer en het ziekenhuis opgeknapt. Dames en heren, dit is slechts een van de vele manieren om naar de toekomst van Bonaire te kijken. Vandaag zetten we een van de eerste stappen om deze gezamenlijke reis naar Bonaire 2030. Het is voor mij en het gehele bestuurscollege een eer met u, met uw input, het masterplan 2030 te mogen maken en straks uit te voeren. Het ondertekenen van een MOU met Green Destinations vormde een van de hoogtepunten van de ochtenden. Green Destinations gaat het eiland helpen om aan alle voorwaarden te voldoen, zodat het eiland zich met recht als een Blue Destination kan profileren. The certification program will help organizations and companies determine to what extent they already meet the condition of the Blue Destination concept, so that they can take targeted measures to achieve sustainability goals. And it's official. Komende dinsdag 12 november houdt de Grand Thornton een seminar bij de Marriott Hotel van 3 tot 6 over de onderwerpen tax en compliance. Het zal een seminar zijn volgende week dinsdag 12 november bij het Marriott Courtyard. Het zal van 3 tot 6 zijn, waarbij we van 3 tot 5 een aantal sprekers zullen hebben. De onderwerpen die de revue zullen passeren zijn tax en compliance. Met betrekking tot tax zullen we bijvoorbeeld spreken over een bezwaarprocedure op het moment dat iemand een assessment van de Belastingdienst binnenkrijgt en het daar niet mee eens is of iets niet begrijpt, om te kijken, om uit te leggen wat in die gevallen zou moeten doen. We zullen ook naar wat gerechtelijke procedures kijken, zodat daar wat meer understanding over komt. En we zullen ook wat gerechtelijke jurisprudentie bekijken. Zoals bijvoorbeeld jurisprudentie die er is in zaken de ABB, zodat daar ook wat meer begrip over komt. Op welke momenten een ondernemer bijvoorbeeld verplicht is ABB af te dragen. En daarnaast zullen we ook het onderwerp compliance bespreken. En daarbij zal het met name gaan over de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Die van toepassing is op Bonaire en dat is de WWFT-BES. Dit is een behoorlijk recentelijk onderwerp. Vorige week heb ik toevallig vanuit Nederland nog bureau toezicht over de vloer gehad. Die ons met ons wilde spreken over de wet en in hoeverre die van toepassing is. En dat zullen we dan ook gaan bespreken tijdens het seminar. Voor wie is het van toepassing? In welke situaties is het van toepassing? Deze wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Dat kan gedacht worden aan banken, aan autodealers, verzekeringsmaatschappijen. Allerlei soorten organisaties kunnen met deze wet in aanraking komen. De voertaal zal Nederlands zijn. Het seminar is vrij toegankelijk. Er hoeft geen betaling plaats te vinden. Maar er dient inderdaad wel inschrijving plaats te vinden door de mensen. En dat kan door een e-mail te sturen naar het e-mailadres info@bq.gt.com. Of er kan gebeld worden naar het nummer 717-4790. Ik nodig dan ook bij deze iedereen uit. We zullen 2 uur lang met sprekers, en het kan ook interactief zijn dat mensen daarop in kunnen spelen. Van 5 tot 6 is er de mogelijkheid om
bij een borrel wat na te praten. Dus dan kunnen mensen nog wat vragen stellen, kan er nog wat overlegd worden in de vorm van een borrel. Dus, Vervolgens vertelt de heer Lars van het Hof de betrekkingen tot het onderwerp compliance tijdens het seminar van de Grand Thornton. Ja, dat klopt. Volgende week, 12, 13 en 15 november, hebben wij een interactieve theater. Dat gebeurt bij Young Bonaire, 11 tot 1 uur. En dat is speciaal voor de kinderen, voor de jongeren van SGB. En wij verwachten dat ze allemaal komen, want het is voor jongeren. En 15 november, 's avonds, om 7 uur tot 9 uur, hebben wij de interactieve theater ook voor andere jongeren en voor het publiek, voor de ouders ook. En ze kunnen gratis hun kaartje komen ophalen vanaf volgende week. 12 november. Hier bij Centrum Jeugd en Gezin? Ja, hier bij Centrum voor Jeugd en Gezin. Kunt u ons een beetje vertellen over deze theater? Wat gaan de jongeren doen? Waarover gaan ze het hebben? Ze gaan over allerlei situaties hebben. Dus wat er gebeurt eigenlijk. Ja, dat mensen kunnen hun ogen kunnen openmaken. Wat er echt gebeurt eigenlijk, dagelijks, met de jongeren. Ja. Het gaat over problemen zoals cyberbullying, sexting, pesten. Dus over alles wat te maken heeft met die dingen. Voor de sluiting van deze periode hebben jullie ook die Parade de Lampion. Wat kunt u ons hiervan vertellen? Ja, we hebben ook de Parade van Lampion. 20 november... Dat is op een woensdag, hebben wij om 6 uur tot 8 uur. Wij willen dat iedereen op tijd komt, zodat wij op tijd kunnen beginnen en op tijd kunnen eindigen. En het begint? Het begint om 6 uur en het verloopt bij SHIF, dus bij Centrum voor Jeugd en Gezin, begint het. En we eindigen in Parque Wilhelmina en daar is er dans en ze gaan zingen en zo, dus activiteit. Iedereen is welkom. Ja, iedereen is welkom. Normaal kunnen mensen kinderen lampionnen komen maken hier bij Centrum Jeugd en Gezin. Is dit het geval deze keer? Klopt dat elke jaar wij dat hebben, maar deze jaar maken wij geen lampionnen. We willen graag dat ouders zelf met hun kinderen lampionnen kunnen maken thuis. Ja, actief samen met hun kinderen de lampion maken en dan bij de Parade van Lampion komen, vol met lichtjes, zodat ze ook mee kunnen lopen en genieten. Korps Politie Caribisch Nederland vraagt uw aandacht voor het volgende. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Bij Boutique Resort Bonaire, gelegen aan de Camino de Lac 32, wordt binnen 2 maanden tijd 3 keer ingebroken. De eerste inbraak vindt plaats in de nacht van 19 op 20 augustus. Op vrijdag 23 augustus en op zaterdag 5 oktober wordt er wederom ingebroken. Tijdens de inbraken worden onder andere fietsen, etenswaren en veel dranken weggenomen. De fietsen zijn inmiddels weer terug bij de rechtmatige eigenaar. We vragen u hulp bij het opsporen van de daders. Van de inbraken zijn camerabeelden. Herkent u na het bekijken van de beelden de daders of heeft u mogelijke informatie die naar de daders kan leiden? Neem dan alsjeblieft contact op met de politie via telefoonnummers 715-8000, 911 of via de anonieme tiplijn van de politie 717-7251.
U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.